Mijn naam is Iris. Ik wil jullie eigenlijk wekelijks meenemen op een avontuur om wat plantenkennis met jullie te delen. Wat tips en tricks geven over de beste verzorging van een aantal soorten. En deze week gaan we dat als volgt doen. We beginnen met de pagyra. Persoonlijk één van mijn lievelingsplanten. Ik heb hem thuis zelf ook. En ik ga er zo even wat meer over vertellen. Nou, en hier is hij dan. De pagyra. En wat maakt hem nou zo leuk? Dat is eigenlijk zijn vijfvingerige blad wat hij heeft. En deze pagyra heeft ook een mooi gedraaid stammetje. Ja, wat hem eigenlijk een beetje een jungle lookje geeft. Deze plant wordt ook wel de geldboom genoemd. Oftewel de pagyra aquatica. Hij heeft deze naam te danken omdat in het verre oosten wordt geloofd dat de bladeren zijn geld kunnen opvangen. Of dat zo is, weet ik niet uit eigen ervaring, maar het is natuurlijk wel een cool verhaal. En dan gaan we het nu even hebben over de verzorging van de pagyra. In principe is het een hele makkelijke plant. Het beste advies wat ik kan geven is, geef hem gewoon één keer in de drie weken een flinke scheut water. Zorg ervoor dat de aarde wel wat aan de droge kant blijft. Want de pagyra haalt in principe ook wel vocht uit zijn draaistam. Dus één keer in de drie weken een flinke scheut. That's all. In de zomermaanden mag de grond wel wat licht vochtig zijn, voordat de kamerplant opnieuw water krijgt. In de winterperiode heeft de plant daarentegen weer veel minder water nodig. Dus geeft de plant dan niet te veel. Hierdoor kan de plant namelijk met zijn wortels in het water komen te staan, waardoor de wortelrot ontstaat. Dus controleer de aarde regelmatig. En dat kun je dus doen door je vingers twee knokkels diep in de aarde te steken. De pagyra. Gaan we het nog even hebben over de standplaats. Waar de pagyra het in principe altijd goed doet is in huis, is een plek op het noorden. De pagyra houdt van heel veel licht, maar volle zon, daar gedijt hij dus niet zo goed bij. Dus het beste is om hem een meter of twee, drie bij het raam vandaan te zetten. Ga je nou op een gegeven moment merken dat zijn blad dus wat gelig wordt, dat wil dus eigenlijk zeggen, ja, dan heeft hij te veel direct zonlicht gehad. Dus dat is niet de bedoeling. In de wintermaanden staat de centrale verwarming weer veel aan in de huiskamers. Waardoor je dus een droge lucht krijgt en daar gedijt de pagyra weer minder bij. Vandaar dat mijn advies is, sproei hem regelmatig. Door je plant regelmatig te sproeien, als het ware haal je het stoflaagje eraf. Je houdt je plant dus mooi fris en stralend en je zorgt ervoor dat ongedierte ook minder kans krijgt. Dus sproeien. Mocht je nou een hekel hebben aan sproeien, dan zeg ik, neem hem lekker mee onder de douche. Nou, dit was onze eerste vlog over de pagyra. We hopen dat je er wat aan gehad hebt, dat je het leuk vond. En volgende week komen we weer met een nieuwe plant. En hopelijk tot dan!